Kibbel komen hard, ik kan het niet ontkennen. Die pannenkoeken moeten aan deze nieuwe strop wennen. Willen dat ik helemaal crazy word, maar zeg ze houdoe. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Paria Podcast. Welkom terug, jongens. Welkom terug. Ik heb nieuw haar. Yay. Ik voel me wat blijer. Ik weet niet hoezo. Ik voel me de afgelopen paar dagen, en mag ook gewoon weken in het algemeen, veel blijer. En ik heb niet echt een reden waarom dat zo is. Ik heb wel mijn water. Maar, weet je, soms ben je gewoon wat blijer dan normaal. En ik weet niet precies of dat een goed ding is of een slecht ding. Maar ik voel me in ieder geval blijer. Ook al zeggen mensen afgelopen weken wel meer dat ik chagrijnig kijk. Maar misschien is het omdat als ik juist doe alsof ik blij ben, dat ik dan heel verdrietig ben. En als ik dan juist niet doe dat ik blij ben, dat ik dan wat meer blijer kan zijn, denk ik. In ieder geval, welkom terug, jongens. Allereerst, punt wat ik wil aanspreken, is de Trier-vlog. En jongens, jullie bekijken hem goed. Ik ga nu even naar de, hoe heet het? Ja, ik moest naar de lyrics kijken. Don't judge me. Ik moest even kijken of ik de lyrics goed zei, weet je wel. Kibbel komen hard, je kan niet ontkennen. Die pannenkoeken moet aan deze nieuwe stroom wennen. Van het noorden naar het zuiden. Eetaan tot roffa. Brengen je de kruiden, concurreren met je shoppa. We hangen in de buurt als je de schoen aan de taanpaal. 116 views. Dat is wel lekker, jongens. Keep it up. Ben ik blij om. Ik heb lang aan die shit gewerkt. Ik denk ook de video's die ik soort van, gewoon video's die buiten zijn en die wat meer, ik wil zeggen kruiden, maar ik bedoel die brugklasvideo, keek hem laatst ook terug, die is shit. Die is echt shit. Ik ben gewoon totaal niet grappig. Ik sta nog steeds zo awkward voor de camera. Maar nu ben ik wel echt verbeterd ook. Ik weet niet. Misschien komt het gewoon, ik voel me wat blijer. Ik weet niet hoezo. Maar dat is een goed ding. Want begin dit schooljaar voelde ik me shit. Dus weet je. En er zijn ook wel dingen gebeurd die dat niet echt geholpen hebben. En weet je, dus die was heel obvious. Maar weet je, dat maakt het wel wat beter dat ik me dan wat blij voel. Maar weet je, we gaan het erover hebben. Maar ja, Trier-vlog, vond het leuk. Ik kan nog wel wat extra dingen vertellen over, weet ik veel. Gewoon extra dingen die niet per se in de vlog gebeuren. Ik kan wel even de reactie. Heel veel mensen waren me bijna aan het harassen. Bijna om die vlog. Elke keer als ze me zagen, zeiden ze niet: hey Aaron, hoe gaat het met mij? Je ziet een beetje depressief uit. Nee, het was: hey, hoe gaat het met vlog? En dan zei ik: rot op. Maar. Ik ben een beetje ziek. Dus hopelijk gaat het niet kotsen op camera. Anders moet je daarvoor betalen. Maar dat zou epic zijn trouwens. Ik heb gekotst. De podcast. Sorry. Mensen vinden het altijd heel vies als ik kok als. Maar ik kan er nu echt niks aan doen. Ik probeer het tegen te houden. Maar ik ben ziek. En er zit slijm in mijn keel. Dus dat is een beetje een klein probleem. Misschien moet ik even wat water drinken. Waterpauze. Dat is beter. Hopelijk. Ik weet niet. Het was heel leuk om te maken. Wel wat jammer dat ik de derde dag niet echt veel gefilmd heb. Maar het zit, wacht. Dit ga ik eruit knippen. Jezus, waarom staat die podcast als een kut? Daar ben ik heel blij om. Dat mensen het leuk vinden. Want ik vind het leuk. Ik heb echt iets gemaakt dit keer. En
Weet je, misschien ga ik vaker dit soort dingen doen. En misschien ook met een goede camera of een betere camera. Want die camera is echt totaal... Maak hele goede foto's hoor, don't get me wrong. Foto's daarop zijn prachtig. Filmkwaliteit, shit. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom de filmkwaliteit zo shit is. Maar serieus, de filmkwaliteit op mijn ding is shit. De foto's zijn prachtig die je erop kan maken. Maar hier, weet je... Voor mij kan deze 60 fps. En ja. Dus. Hier kan ik wel wat meer mee doen. Sorry dat ik zoveel. Ik moet gewoon doorslikken. Ja. Weet je wat? Dat is ook een ding. Als je gaat kotsen. Ja, nu gaat het over kotsen. Als je gaat kotsen, dan vult je eigenlijk je hele mond soort van met speeksel. Omdat je maagzuur letterlijk zuur is. Dus gelukkig kan het beschermd worden in je maag, want daar heb je een speciale laag voor. Maar het is letterlijk zuur, dus het kan best wel beschadigend zijn voor... Hoe heet het? Dit is wel een beetje naar... Dit is wel een beetje naar. Dit vind ik niet zo leuk. Om een podcast zo te doen. Maar. Dus ja. Ik ben heel blij dat iedereen ervan genoten heeft. En dat mensen het ook gewoon grappig vinden. En ik merk ook dus elke keer als ik een video doe. Die soort van wat meer is. Dat ik gewoon naar buiten ga. En dat ik mensen film. Dat het... sowieso meer views krijgt. En ik krijg nog zo'n video. Iets in die richting. Ik doe een soort projectje voor maatschappijleer. Dus dat gaat meer richting schoolwijs. Dat is wat minder grappig of zo. Maar ja, misschien vinden mensen dat ook leuk. Want journalisme is niet echt een hobby van mij of zo. Maar ik vind het wel interessant om te doen. Het kost ook heel veel werk. Maar uiteindelijk is het eindresultaat altijd wel leuk. Dus ja, of ik mijn shortfilm ooit nog ga uploaden hier op dit kanaal, vast wel, denk ik. Ik heb een apart kanaal gemaakt voor daar en daar staat hij ergens op, maar het is natuurlijk privé of verborgen in ieder geval. Dus dat heb ik gezet. Daarop en misschien ga ik wel wat meer short film achter. Ik heb nu zo'n concept waar ik mijn green screen vooral ga gebruiken, maar op een cinematische manier. Ik wil bijvoorbeeld een soort videoclip-achtig ding doen voor Blitzkrieg Bob, dat liedje van Hey, oh, let's go. We're in this way, like, do tap one, the kids are losing their minds. Blitzkrieg Bob. Dat. Dat liedje gaat trouwens over helemaal niks. Ik dacht, het gaat, weet je wel, ze beschrijven de Blitzkrieg of zo. En weet je, they're moving in a straight line. They're going to tight one. The kids are losing their minds. En dan, nou ja, weet ik veel. En dat ik zoiets doe, maar dan met mijn helm. En dat het niet per se iets met de Tweede Wereldoorlog is hoor. Maar meer gewoon van, ja, I know. Daar kan ik wel iets mee doen, denk ik. Maar dan moet ik echt heel goede edit skills voor hebben. En ik denk ook dat ik een beetje After Effects moet gaan gebruiken daarmee. En daar ben ik niet zo goed in. Maar ik heb wel een vriend die daar heel goed in is. Of nou, die dat in ieder geval gebruikt heeft. Dus ik hoop dat ik dat kan gebruiken. Ik heb Jurassic World gezien. Nu Jurassic World. Ik wilde eigenlijk een soort standalone video... daarvan maken. Daarom heb ik deze gast ook bij. Heel interessant. Ik ben nogal een grote Jurassic Park fan. Jurassic Park is mijn favoriet film. Blijft ook mijn favoriet film. Er is geen betere film dan Jurassic Park. Maar, dus ik dacht, ik doe... Ik ga daar een review over doen. Maar weet je, ik kan het net zo goed op deze podcast doen. Dus laten we beginnen. Eerlijk? Ik geef hem een 7,5. Ik begin daar gewoon mee. Weet je, goede dingen. Nou ja, er was heel veel actie. En dat is wel interessant. Het ding is, de originele... Komt nou een kat binnen? Nee, het is gewoon de wind. Daarvoor.
Ik vind het heel fijn dat ik geen slot heb op mijn deur. Dus dan moet ik allemaal technieken bedenken om een soort vertrager te hebben. Maar, anyway. Dat was heel veel actie. In de originele Jurassic Park, als je dat niet wist, zijn er maar 15 minuten aan dino's. Niet zoveel. Niet zoveel dino-actie. Het is meer gewoon dat Steven Spielberg laat dit, weet je, de eerste regel van horror. Laat het monster zo weinig mogelijk zien, zodat je fantasie het werk kan doen. En mijn moeder denkt dat dat niet zo is, maar I can guarantee you, het is de beste manier om iets eng te maken. Nou zijn meeste horrorfilms ook tijdens de nacht, want dan is je brein wat actiever of zo. Dat is gewoon het primitieve. Je moet, als je kijk, meeste media is gewoon gericht op je reptielen bij. Maar dat is een video van een andere keer. Maar Jurassic World. Dus dat was op zich niet een slecht ding. Ook wat ik leuk vond is dat ze het wat enger moesten maken. Mijn favoriete scène is. Dit is wel een beetje spoiler gebied. Maar voor mij. Ja, dit kwam ook in de trailer. Claire zo in een moet wegrennen van de pterodinosaurus. En als je niet weet wat een pterosinosaurus is, dan komt hij nu op beeld. Dat is een pterosinosaurus. En ja, dat is heel vet. Dat vond ik een hele vette scène. Maar sowieso dat ze het gewoon enger willen maken. Want de eerste Jurassic World was niet zo eng. Tweede Jurassic World probeerden ze dat. Maar uiteindelijk hebben ze het gewoon toch niet zo eng. En de derde is wel echt eng. Er is maar één schrikmoment. Er zijn wel een paar schrikmomenten. En dat had je ook in Jurassic Park. Maar ja, dat is gewoon. Dat is gewoon iets waar je brein. Waar je brein snel van schrikt. Maar. Ja, lekker aan je lul zitten. Maar dat. Dat vond ik wel aardig. Wel minder punten. Heel veel fanservice vond ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik vond het wel leuk dat ze de hele cast van de originele hadden teruggebracht. Weet je wel, zo Alan Grant terug. Ellie Sattler. En Ian Malcolm natuurlijk. Gespeeld door Jeff Goldblum. Maar dat vond ik wel leuk dat die terug waren. Het plot vond ik ook wat minder. Ik weet dat ze een soort van de wereld gered hebben. Ja, het is zo'n plot. Maar. I don't know, man. Ik vond het wat minder. Verwacht niet het beste. De dialogen tussen elkaar voelt een beetje te Marvel-esque. En ik denk dat heel veel films dat nu hebben, die streven naar die Marvel banter. Weet je wel? Dat ze grapjes aan elkaar maken en ze haha, weet je wel, zo Marvel. Maar ik weet niet. Dat vind ik niet zo leuk. Want in Jurassic Park had je dat niet echt. En. Het voelde op een gegeven moment ook een beetje door al die fanservice. Ik bedoel, op een gegeven moment loopt de T-Rex letterlijk. Oké, stel je voor. Weet je, je kent dat logo van Jurassic Park wel. Ik bedoel, als je dat niet kent, wat doe je hier? Maar dan loopt de T-Rex op een gegeven moment door een rondje heen. En dan doen ze precies het logo na. En ik zat zo, oh, dat is een vet shot. Maar tegelijkertijd zit ik zo, ach. My back. Tegelijkertijd zit ik zo van, god, moest je dat echt doen? En op een gegeven moment, en ook deed het dit. Ze brengen dit terug van de. Chris Pratt doet het. Dit. On Grant. Dit. Van de eerste film. Stand Down. Weet je wel? Ik ken Jurassic World helemaal uit mijn hoofd. Denk ik. Ik heb die film zo vaak gezien. Ja, ik weet niet. It ate its sister of zo. Nou, zoiets in die richting. Ik weet niet. Stand Down. Weet je wel? Close the gate. Weet je wel? Dat is wel mijn favoriete scène in die film. Maar dat doen ze de hele tijd met dan verschillende dino's. Op een gegeven moment doet Chris Pratt het ook op een Allosaurus. Waar ik denk van bro. Oh, jezus. Het is een Allosaurus en een Carnotaurus. Als je niet weet wat dat zijn. Bap, bap. Dat is een Allosaurus. Dat is een Carnotaurus. Dat is heel feint op de editor. Waarom heb je dat gedaan? Nou ja. Maar ja. Weet je. Dat vond ik wel wat minder. En op een gegeven moment, ja, ik weet niet. Ze moeten iedereen zo'n. Bijvoorbeeld Ian Malcolm. Ian Malcolm was de enige. Soort van cocky-achtig personage in. In Jurassic Park. Maar nu is iedereen dat geworden of zoiets. Ik weet niet. Het voelde veel serieuzer, Jurassic Park. Maar dat was ook omdat het echt. Horrorfilm. Eerst was. En avonturenfilm later.
Of nou, zo'n gefilmd had ik. En nu is het avonturenfilm eerst en horrorfilm later. En sowieso is het horrorfilm aspect een beetje vervaagd. Maar bijvoorbeeld Jurassic Park 3 heeft dat wel nog. Hoe slecht die film ook mag zijn. Mensen noemen hem slecht. Ik vond hem gewoon een beetje te lang. Maar ja, dat zo'n beetje. Dat over Jurassic World Dominion. Ik geef hem een 7,5. Hij is wel het beste uit de reeks. Sowieso. Nou, Jurassic World is ook wel echt... Nou ja, mensen vonden hem niet goed. Oh ja, wat ik ook raar vond. Dat ze opeens practical effects, dus robots, weer gingen gebruiken. Maar het zag er best wel slecht uit. Als in... Gewoon Muppet. Nou, niet Muppet. Hoe heet het? Ik ben even naam vergeten. Neverending Story niveau. Weet je wel, echt jaren 80 niveau Muppets. Of niet Muppets, robotjes. Toen zat ik echt zo van, bruh. Ik bedoel, als je mensen, want mensen klaagden, ze gebruiken geen CGI meer. Ze gebruiken geen practical effects meer. Wat ik ook wel zie, bijvoorbeeld in Jurassic Park. Bijna al die dingen zijn robots. En het ziet er gewoon goed uit voor de tijd. Want ik keek gewoon Jurassic Park voordat ik naar die film ging. En die film, het is gewoon een... Het is zo ongelooflijk hoe goed het eruit ziet. Serieus, hoe goed die shit eruit ziet. Ik bedoel, als het in... als die T-Rex komt... Het is gewoon echt... Het is niet dit. Het is... Je weet je, het is... Ja. Nou ja. I don't know. Dat voel ik gewoon goed, denk ik. Maar ja, tot zover over die film. Ik voel wel lachen. Laatste Jurassic Park film. Eigenlijk zit ik een beetje te hopen op dat ze het een klein beetje zijn aan het uitmelken zijn. Ik bedoel, ze hebben wel die Camp Cretaceous. Maar dat is meer voor ja, kinderen. En ik kijk het ook wel. Omdat ik gewoon Jurassic Park fan ben. Maar nou ja, weet je... En Camp Cretaceous gaat ook wel hard aan, hoor. Ik zit wel gewoon bij het limiet van wat je kan doen. Als je een serie voor 6 jaar gaat doen. Mensen gaan gewoon dood en worden opgegeten, hè. Oh ja, daar had ik ook een ding. Dat op een gegeven moment in Dominion... Dan wordt het opgegeten meer als een grap gezien. Maar ja, dat had je ook wel een beetje in Jurassic Park. Toen die gast op het toilet werd opgegeten, weet je wel. Maar die gast was ook een klootzak. Maar ik weet niet... Weet je? Dus, nou ja, dat. Dat is mijn review, kleine review. Ik weet niet hoe lang ik daarover geluld heb. Maar, ja, dat voel ik er zo'n beetje over. Ja. Nou ja. Wat nog meer? Ik, voor de toekomst van het kanaal, misschien ga ik een TikTok aanmaken. En dat is niet om op TikTok te zitten, maar dat is meer gewoon... TikTok kan je zo snel groeien, bro. Zo fucking snel groeien. Ik zweer het je. Er zijn mensen die gewoon één goed filmpje plaatsen. En ze zijn gewoon set voor fucking life. Nou, niet voor life, maar in ieder geval hebben ze iets om op te leunen. Niet financieel bedoel ik, maar meer gewoon van een portfolio. Want TikTok groeit zo snel. Want het is allemaal zo snel. Hè? Je moet mensen hun aandacht trekken binnen de eerste 3 seconden. Anders ben je weg. Anders ben je gewoon weer een klein zandkool in de zandbak. Weet je wel? Het is gewoon pap, 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 pap. Maar dat kan je ook gebruiken. Bijvoorbeeld, dit had ik laatst. Dat er gewoon stukjes, dat doen ze nu opeens. Dat ze dus of Reddit dingetjes aan het lezen zijn. Of dat er een soort comediant act is. Maar dan op de achtergrond is er dan... Of een Family Guy stukje. Maar dan op de achtergrond is er Minecraft parkour. Of iemand die met zeep speelt of zo. En dan zit ik zo van, what the fuck? Zijn we zo erg ADD dat... Dat we letterlijk fucking Minecraft parcours moeten hebben. Terwijl we kijken naar een of andere comediant act. Kan je niet gewoon even kijken naar de comediant act? Nee, ik moet tegelijkertijd ook mijn brein stimuleren. Anders is het te saai en dan scroll ik verder. Dat is wel een van de redenen waarom ik gewoon geen TikTok wil. En ik heb ook gewoon nu... Instagram heb ik
gezet dat ik Instagram maar een uur mag gebruiken. Dat ik Snapchat maar een uur kan gebruiken voordat hij afsluit. Weet je, want ik nou ja, misschien komt het door die domme documentaire die ik gekeken heb. Want die was wel heel dramatiserend hoor. Ook al was het best wel deels waar allemaal. Maar je moet alles met een, nou ja, grain of salt bekijken, weet je wel. Maar dat heb ik allemaal ingesteld. En ook dat ik na 12 uur eigenlijk niet meer op mijn telefoon kan. Behalve op het weekend. Want dan denk ik van, ja, weet je. Dan is het ook gewoon chill om met vrienden te praten of zo. Zoiets. Maar dat realiseerde ik me wel. Zo van, fuck man, ik zit best wel lang op Instagram voor eigenlijk allemaal geen reden. Dus, nou ja, dat heb ik soort van, nou, ik heb het niet allemaal uitgezet of zo, maar in ieder geval dat ik dat uurtje heb. Dus elke keer als ik erop zit, zit ik wel zo van, ja, maar ik moet niet te veel erop zitten, want anders is mijn uur voorbij. Snap je? Dus dat heb ik even zo aangepast. En ik ben ook trots op mezelf. Ik werk veel aan mezelf. Ik ben veel aan het werken aan mezelf ook. Ik ben in 1 maand 2,5 kilo afgevallen. Dus dat is wel duidelijk. Ik weet niet, je kan niet veel verschil zien. 2,5 kilo is niet zoveel. Maar 2,5 kilo in een maand is best wel goed, vind ik. Maar dat is puur omdat ik gewoon... Er was zo'n periode waar ik echt gewoon niks deed. Ik zat op mijn reet. En al chips. Elke dag, zo'n beetje. En nu doe ik dat ook heel soms. Maar dan mag het, weet je. Het is niet als je het elke dag doet. Dus weet je, ik denk dat ik dat heb gedaan. En mijn coach zei, of nee, niet mijn trainer. Ja, maar mijn trainer bij de sportschool. Degene die een soort van kijkt naar mijn gewicht en dat soort dingen. Die zei ik van, ja, maar je moet niet te veel afvallen. Want je zit op een merk voetbal, dus dan word je wel een beetje... Ik moet wel een beetje zwaar zijn daarvoor. En dat heeft zeker gelijk, want ik ben helemaal kapot gemaakt vorige wedstrijd. Maar dat was ook een soort van de bedoeling. Want we deden ons tweede team erin en ik stond de hele wedstrijd erin. Dus op een gegeven moment was ik gewoon kapot. Maar ik ben wel echt goed in elkaar geslagen. Ik heb hier een blauwe plek. Dat was gewoon een beeld. Hier is een hele grote. En hier ook. Hier ook trouwens. Daar kwam ik net achter. Hierheen, daarheen. En hieronder ook. Hieronder ook. Dus weet je. Dat. Dat is iets. Maar daar ga ik aan werken. Ik probeer gewoon spiermassa op te bouwen. Niet per se dat ik een summer body wil. Ik bedoel, ik vind het prima zo. Niet prima, maar ik trek liever niet mijn shirt uit. Maar het is wel zo van, ik hoef niet per se een sixpack of zo. Dat boeit me echt helemaal geen flikker. Maar ja, het is wel gewoon... Gezond zijn is wel op zich, nou, is nu opeens wel een beetje belangrijker voor me dan eerst of zo. En het is niet alsof ik geen snoep meer eet of geen vet meer eet. Het is gewoon dat ik niet op mijn reet zit elke dag en chips eet. Ik mag nog steeds gewoon wel op mijn reet zitten, maar dan niet de chips eten. Snap je wel? Snap je wat ik bedoel? Het is niet dat ik nu fulltime naar de sportschool ga. Dat zeg ik ook niet. Gewoon gezonder zijn, I guess. Begrijp je? Gewoon fit blijven eigenlijk. Ik wil allemaal geen afgetraind lichaam of zo. Ik wil niet uitzien als een Griekse god. Ik denk ook niet dat het... Nee, ik zeg niet dat het niet... Ik denk niet dat me gelukkig zou maken. Ik denk sowieso dat het streven naar geluk een beetje... voor mij... een beetje moet ophouden. Want ik zit de hele tijd te streven naar geluk. Maar terwijl je streeft naar geluk, word je uiteindelijk steeds ongelukkiger. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want dan zit je steeds van, oh ja, ik ben nog steeds niet gelukkig. En zelfs als ik dat Griekse god lichaam heb, zit ik ook zo van, ja, maar nu, weet je, nu ben ik nog steeds, ik denk niet dat het me gelukkig zou maken. Eerlijk gezegd, ik weet niet wat me gelukkig zou maken. En dat maakt ook niet uit.
Ik ben nu gewoon een beetje gelukkig en dat vind ik fijn. Maar even over de toekomst van het kanaal. Ik ga dus wat shit doen met mijn greenscreen, denk ik. Ja. Wat nog meer. Ja, dat is het zo'n beetje. Ik wil ook. Ik maakte vroeger ook zo'n strip. Genaamd Tommy. En ik denk dat ik dat, maar dan op videoformaat ga doen. Gewoon heel veel werken met mijn camera. En zoveel mogelijk dingen uitproberen. Ik zit ook zo van. Oh ja, TikTok. Waarom ik een TikTok account wil maken. Maar dat ik gewoon misschien TikToks ga maken. Maar dan met mijn camera. En dan gewoon. Niet per se skits of zo. Of niet per se trend. Maar meer gewoon van. En misschien ook mijn fotografie erop doen. Maar meer gewoon van. Ja, filmpjes maken die ik leuk vind. En dan gewoon op klein formaat. En dan voor wat professioneler dan alleen in TikTok werken. Ik ga het gewoon. Hierop editen. En dan, weet je. Dan post ik het gewoon op TikTok, maar dan met dat formaat. En dan post ik het waarschijnlijk ook gewoon op YouTube. Dat kan wel. Want je hebt ook YouTube Shorts nu, hè. Dus dat kan ook. Of ik kan er gewoon straight up video's van maken en dan stukjes laten zien op TikTok. Dat kan ook, weet je wel. Dat je zegt, full video on Rex One. Zoiets, want shit groeit zo snel daar, bro. Dus ja, dat is handig. Dat is, dat zijn wat plannen die ik in mijn hoofd heb nu. Dus ja. Ja, ik weet niet, ik heb niet zoveel in mijn hoofd te praten nog. Denk ik, denk dat het is, zo'n beetje. Het is maar 27 minuten, meestal is het een uur, maar... Ik heb niet echt iets te vertellen nog, überhaupt. Het is, ja, ik weet niet, ik wil niet dat hele uur vullen, want mensen luisteren dit wel, hè. Maar dan zit ik zo van, op een gegeven moment, ik moet ook op een gegeven moment ook stoppen gewoon met praten. Dus dat doe ik nu. Fijne avond, I guess. En sorry voor dat kokhals, dat is heel vies. Doei. Broodje warm vlees, broodje bakpauw.